Chesto, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag speel ik met een wapen wat eigenlijk gewoon een secret weapon is in Call of Duty Black Ops 4. Ik speel natuurlijk met de XR2 Assault Rifle. En voor de mensen die bij de stream waren van, wanneer was het? Van dinsdagavond. Hebben natuurlijk gezien dat ik de Assault Rifles live diamond heb gehad. En dit is mijn klas natuurlijk. Hele mooie diamond camera erop. Ik speel als Spurk met Flak Jacket. Fast and Scavenger. En natuurlijk de Blast Suppressor. Als derde perk. Ik speel als attachments met de Elo Sight. Rapid Fire attachments en de stok. En ik heb natuurlijk ook nog een Semtex aanstaan als secondary. Ook heb ik als streaks. Een keer killende streaks aanstaan, namelijk de UAV. Dat is niet echt killend ofzo, maar. Ik heb als, gewoon als support, laat maar zeggen, de UAV-streak aanstaan. Als killstreak de Wraith. En als tweede killstreak de Rap. Natuurlijk, oftewel eigenlijk gewoon de K9 unit. Oh, fucking hell. Van Black Ops 3, wat eigenlijk ook gewoon zo is. Want elke streak in Black Ops 3 is gewoon genakt eigenlijk uit Black Ops 2 en iets anders vervormd. Net zoals je kijkt naar de Power Core, dat moet eigenlijk gewoon de EMP voorstellen. Veel mensen weten dat niet, maar daar ben ik achter gekomen. Kut, mijn granaat was net iets laat, maar wel een double kill gemaakt natuurlijk. Want de Power Core zorgt gewoon voor dat alles down is. Je kan niks inroepen, je hebt geen minimap, je hebt geen exo ability meer, althans die zie je niet meer. Ik weet niet of je hem nog kan gebruiken op dat moment, voor mij niet. Maar de XR2 is best wel een underrated wapen. De meeste mensen spelen er niet mee. En dude, jij bent echt een fucking douchebag. Maar hij is echt super chill om te gebruiken, vind ik zelf. Als je de rapid fire op hebt staan wel. Anders zou ik hem niet gebruiken. Dan moet je even doorspelen totdat je wel rapid fire erop hebt unlocked. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan zoals je ziet, want ik heb een diamond. En natuurlijk de Elo Sight card erop zetten, want dat vind ik zelf chill. Je kan ook dezelfde Iron Sight gebruiken en er iets anders op zetten. Het is gewoon je vrije wil wat jij er zelf op wil zetten. Dat kan natuurlijk, als je het maar hebt unlocked natuurlijk. Ik wil even kijken of we de streaks kunnen halen die ik aan heb gezet. Oh, thanks Flak Jacket. Oh nee, net niet mijn raps. Shit. Nou, ik heb in ieder geval mijn Wraith als één streak. Misschien dat we nu voor mijn tweede kunnen gaan. Dus nog even één keer. Oh, ah, kut. Door deze Wraith heen kunnen komen. Nieuwe halen en dan de raps erbij. Maar ik heb in ieder geval één keer mijn Wraith gehaald. Mocht deze video natuurlijk alvast leuk vinden, shit. Laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm als we de 60 of de 70 likes kunnen halen. Zou ik dat helemaal topje vinden. Dus laat even massaal een blauw duimpje omhoog achter, jongens. Teammate, oh. Oh, lekker. Hij reloadt ook best snel. Voor een assault rifle. Oké, ze hebben mijn Wraith dus uitgeschoten. Dat is wel een teken dat ik mijn reps moet halen. Ik wil eigenlijk zo vaak mogelijk in deze map de wall run vermijden. Oh, dit is een stunt. Dat is zo kut, hè. Eigenlijk gewoon een soort smoke grenade. Niet campen, jongen. Kut, shock charges, jongen. Rot toch op. We zijn gewoon echt pure campers. En, Gorgon. Oh, ik own gewoon een Gorgon op long range. Goh. Dat zie je niet vaak, hoor. Ik heb zo'n gevoel dat ze hier spannen. Nee, mijn team is spannen hier mooi zo. Beetje een veilig gevoel heb je dan. Althans, dat heb ik altijd. Kut, ik zit vast. Oh, weg hier. Oké, okay, bijna mijn Wraith. Ja, ik heb mijn Wraith. En ik heb mijn raps. Let's go! Toch mijn streaks gehad. Holy shit. Oh, wat een granaatgooi. Oh, net geen kill ermee. Dat had wel echt een dikke beloning geweest. Ja.
Wat doe jij dan? Ah, oh, ik word neergeslagen. Ik zat om 15 streak, though. Holy shit, we staan 37-7. Lego. Zo, gooi je graag. Ga naar de binnen. Nou, geen kill ermee. Oh my god! What? The actually F. Wow. Dat was een 5-man. Dat was een 5-man rap kill. Dude, dat is insane. Nou. Dude. 5-man rap kill. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Holy shit. Als dat geen blauw duimpje omhoog gemaakt is, dan weet ik natuurlijk ook niet. Vergeet dan niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. 70 likes zou mooi zijn op deze video. Dus, drop maar s'avonds op blauw duimpje natuurlijk omhoog. Ik bedank jullie super erg voor het kijken. Zoals ik al zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.